Als ik thuis zeg van, goh, moet je niet werken. Ik heb nog 100 euro. Waarom zou ik nog gaan werken? Ik heb nog 100 euro. Nou ja, ik ga eens rustig. Je kunt ook gaan werken. Dan kun je van die 100, kun je 200 maken. Ik ben dan toch, ja, tijloopbaan noemen ze dat, grote baas. Ik zit niet op de stoel om leuk aardig gevonden te worden. Ik zit op de stoel om het te regelen dat de familie zichzelf kunt bedrijven. I'd be a millionaire. Oké, this is it. Have a nice life. Ik ben altijd de huilebalk geweest van de familie. Tot mijn 16e. En daar werd mijn vader helemaal gek van. En af en toe kreeg ik ook een klap. Je moet sterk zijn. Je mag niet huilen, want het brengt ongeluk. Hoe is het met je moeder? Ja, hopeloos. Mijn moeder loopt al ruim 30 jaar als een maloot rond. Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten vandaag de deuren. Hoog 3. Vroeger hadden we de teller al op 30.000 staan. Ze hebben het over een tumor. En ze zeggen, het kan goedaardig zijn, het kan kwaadaardig zijn. Ik zou wel eens een keer een potje willen huilen. Want het lukt niet. Het kan niet.